Maandag begint in Rotterdam de rechtszaak tegen de Nigeriaanse milieuactivist Sunny Ofeye. Hij wordt verdacht van mensenhandel en terrorisme. Maar Ofeye, die in Nederland woont, ontkent de beschuldigingen ten stelligste. Sunny Ofeye, is hij een milieuactivist of een terrorist? Het Openbaar Ministerie vindt het laatste, maar men wil tegenover ons niet reageren. De Nigeriaan Sunny Ofeye is een milieuactivist. Hij woont al 16 jaar in Nederland. Vanuit Rotterdam strijdt hij voor de mensenrechten in zijn geboortestreek, de Niger-Delta. Shell haalt daar olie uit de grond, maar de pijpleidingen worden gesaboteerd en de olie wordt gestolen. Een milieuramp voor tientallen dorpen in de delta. There is pollution in the air, in the water, and everywhere. We are dying. Maar Sunny wordt verdacht van mensensmokkel en terrorisme. Sunny Ofeye, is hij een milieuactivist of een terrorist? Het begon allemaal op 22 februari van dit jaar. 6 uur 's ochtends stond er een arrestatieteam voor zijn deur. And then I heard politie, if you don't open, we break the door. You know, I mean, the guy spoke English directly. So, and then I said, okay, well, if it's police, then it's fine. Then I opened the door. And then they all came in and... How many? I think there are more than 25. Are you Mr. Sunny Ofeye? I said, yes. He said, you're under arrest for human trafficking, fraud. Ofeye werd afgevoerd en in de gevangenis gezet. It was really terrible. I mean, in those time, no one was talking to me. No one has told me the details of what they had against me. But they were pretty sure that they've gotten enough to nail me. So they were always telling me that, you're not going to go out so soon. So just forget about whether you want to go to Nigeria or not. We're pretty confident that we're going to hold you for a long, long time. Maar Sunny kwam na 2 weken cel alweer op vrije voeten. Volgens de rechter was er onvoldoende bewijs hem nog langer vast te houden, maar hij is nog steeds verdachte. They came and they said they suspect me of human smuggling because I was involved in the smuggling of women to Italy to do prostitution. Komende maandag komt de zaak voor de rechter. Sunny ging deze week langs bij zijn advocaten om de rechtszaak voor te bereiden. Het politiedossier bestaat uit maar liefst 15 mappen met meer dan 7500 pagina's. De advocaten zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. De aanklacht mensenhandel vegen ze van tafel. Meneer Ofeye die ging op 27 november 2009 een vriend ophalen op Schiphol. Althans, dat was de bedoeling. Maar die vriend, en dat wist meneer Ofeye niet, die had kennelijk een vrouw bij zich. En vervolgens is die meneer, die vriend van Sunny, is aangehouden. En die is ook vervolgd voor mensensmokkel. Maar daar bleek Sunny uiteindelijk niks mee te maken te hebben. Maar daardoor is wel een verdenking ontstaan. Althans, dat is wat het Openbaar Ministerie nu schrijft in het dossier. En vervolgens is er tegen hem een strafrechtelijk onderzoek gestart. En daarbinnen zijn echt enorm veel bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet. They've been following me for 18 months. Inside the 18 months, they've tapped my phones, my 2 mobile phones. My house telephone, my office telephone. They tapped also my office internet. They tapped my house internet. So they were virtually on me. Maar Sunny Ofeye ontkent alle beschuldigingen ten stelligste en zegt niets met mensenhandel te maken te hebben. I'm not a criminal. I mean, I'm not a threat to the state, to the country. I'm just a common person doing what I think. It's right in the eyes of everyone except the people who were following me. So why were they following me? Why were they investing so much money? And in all, 25 officers handled my investigation. Well, from what we got in the police file, they broke into my car and they put a tracking and listening device in the car. And I think they did that last year. And so which means for all the time I was driving the car from the day they put the devices, they knew where I was. They were listening to every conversation that was taking place in the vehicle. And of course I didn't know. Sunny wordt verdacht van mensensmokkel, maar tot voor kort stond hij heel anders bekend. Met zijn strijd voor de mensenrechten in de Niger-Delta kwam Sunny Ofeye op tv en in de kranten. Begin dit jaar, vlak voor zijn arrestatie, was hij nog in de Tweede Kamer om uitleg te geven over de schrijnende situatie in Nigeria. And most of the time it is obvious that these people are corrupt. En vorig jaar werd hij nog door de NOS geïnterviewd. This is normally one of the routine that they carry out when you are coming.
Ofehe organiseerde in Den Haag een vredesconferentie voor de Niger-Delta. Hij kreeg de ruziënde partijen om de tafel. De rebellen leverden hun wapens in. Maar sinds hij wordt verdacht van mensensmokkel, staat zijn leven op zijn kop. You know the consequences of what they've done to me. People don't call me anymore because they feel my phone is still being wiretapped. Even respected Dutch people, when I speak to them on the phone, they said, you know what, Sonny, let's end it here. You know, we can't trust anybody. Let's make an appointment to talk. People don't visit my house anymore. And people hardly send me emails. Maar dat is nog niet alles. 3 weken geleden werd de aanklacht plotseling uitgebreid. Now they're opening a new chapter that I am now a terrorist, that I incite, I'm committing conspiracy to commit terrorist act in Niger Delta, that I incite people to carry out explosion in the Niger Delta. This is preposterous. I mean, it's completely unreasonable. And the burden of proof is the public prosecutor to come before me and prove before the independent judges that what he has against me is enough for him to come up with this kind of damaging charges against my personality. So I can't wait for the case to start. Hoe sterk is die aanklacht van dat terroristisch misdrijf? Wat voor bewijs is daarvoor? Tot nu toe, wat we hebben gezien, zijn een aantal vertalingen van afgetapte telefoongesprekken. En die gaan met name over het maken van filmopnames in Nigeria. Dat is wat Sunny daar wilde doen. En daarover heeft hij contact met mensen in de gemeenschap daar, die daar de weg weten. Want u moet zich voorstellen, dat is een regio die geteisterd wordt door ontvoeringen en misdaad. En waar het gewoon niet veilig is. En die gesprekken gaan erover om daar een plan van aanpak voor te maken. This is where they have the illegal oil refinery. They're going to take us around the spots and they're going to be introducing us to every stage of the process. I have risked my life to go into some very dangerous terrain to bring out motion pictures of what is happening. I've been to illegal oil where people refine oil illegally. I have made videotapes of them. I'm not doing them in secret. You can find them on YouTube. You can find them on my website. You know, when I come back, I put them on the public domain. And some of my shots have been used by even the Dutch television for the to educate the people on what is happening in that area. Okay, this is diesel now. Sunny wilde dus gaan filmen bij het saboteren van een pijpleiding. Exact, ja. Om die misstanden aan de kaak te stellen. Wat met name de bedoeling was, is om te laten zien in het kader van wat hij dan wilde filmen, dat ook mensen van Shell daarbij betrokken waren. Dat is wat zijn bedoeling was en dat heeft hij ook al eerder gedaan. Maandag begint de rechtszaak en tot die tijd wil het OM de zaak niet toelichten voor de camera. De advocaten zeggen dat uit de TAP-gesprekken niet blijkt dat Sunny een terrorist is. Je kunt je ook afvragen, het zijn hele vage taps. Die zullen we maandag ook wel ter discussie stellen en ook de vertalingen daarvan. Maar dit is al zo lang bekend. Als je nu echt iemand zou verdenken, denk ik als officier zijnde, van terroristische acties in Nigeria. Deze feiten waren al bekend toen hij in februari 2011 werd aangehouden. Dus is het dan tegenwoordig zo dat men een terrorist dan maar in vrijheid zijn proces laat afwachten? Sunny is de eerste terrorist op vrije voeten. Ja, en dat is natuurlijk bizar. Dus ze zien hem als terrorist, maar zit niet vast. Ja, dat is natuurlijk zo krom als een hoepel. Vorig jaar ging Sunny met SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen naar de Niger-Delta. De parlementariër wilde met eigen ogen zien hoe de situatie daar is. You can feel the heat now. It's tremendous. It's very hard to imagine that this goes on day and night, 24 hours a day, 7 days a week, for years and years and years. Het feit dat hij verdacht wordt van een aantal zaken beïnvloedt op geen enkele manier datgene wat ik daar heb gezien. Dat de situatie in de Niger-Delta bijzonder schrijnend is en dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt voor zowel de Nigeriaanse overheid als voor een bedrijf als Shell. Een verantwoordelijkheid die op geen enkele wijze wordt genomen. En de zaak is onder de rechter. Het past voor mij als politicus absoluut niet om daar inhoudelijk een oordeel over te geven. Sunny Ofehe houdt vol dat er niets klopt van de verdenkingen. Hij vermoedt dat de geheime dienst van Nigeria en Shell hem monddood willen maken. It's conspiracy. There are forces that are at work. Do not forget that crude oil is a source of illicit wealth to a lot of people, to a lot of institutions. And when you begin to expose some of the things that is happening in that area, of course you are stepping on toes, not just toes, but powerful toes.